nog een manier om bijvoorbeeld het bereik van een zoekterm in te stellen. Dus dat ik bijvoorbeeld zoek met jaartallen. Je zou kunnen zeggen, nou, ik wil verkeersdoden in Nederland weten. Nou, dat heb ik ingevoerd, dan krijg ik 169.000 resultaten. Dat is denk ik best wel een mooi resultaat. En niet in aantallen, maar kwalitatief. Ik kan ook zeggen, ja, ik wil het graag weten over een bepaalde periode. Dus in 2018, 2019 of 2017, 2019. En dan krijg ik 126 resultaten. En die zijn echt heel specifiek. Ja, dus dat is denk ik ook wel een mooie. Een jaartal, drie puntjes, nog een jaartal, geen spaties ertussen. Die zorgt altijd voor dat je binnen een bereik van bijvoorbeeld een aantal jaren zoekt.